bij deze denk ik het plechtige moment. Petra, fantastisch. Gefeliciteerd. In het provinciehuis heb ik meegedaan aan de finale van het Overijsselse debattenwoord Almelo. En deze heb ik gewonnen. Ik ben in staat om mijn titel te gaan verdedigen. Dus wellicht dat er volgend jaar nog een jaartje hier staat. Maar als ik hier niet aan meedoe, dan weet ik zeker dat andere mensen, andere debattoppers bij ons op school, dat ook in staat zullen zijn om deze trofee hier langer te laten pronken. De hartjes symboliseren ieder zijn eigen mening en zijn eigen passie. En die hartjes zijn ook in verschillende kleuren. Dat symboliseert dus ook verschillende meningen van mensen. Iedereen gooit zijn eigen mening erin. En dat moet resulteren in een algemeen goed gevoel voor de hele gemeente, zeg maar. Dat is het grote hart. Dat is uiteindelijk het resultaat van het debatteren eigenlijk. Nou, wij zijn in goede handen van mevrouw Riet Lepping. Die helpt ons met ons debat. Die geeft ons training. En die is voor ons echt altijd daar als wij een vraag hebben over of debatteren in het algemeen. Of logistiek. Hoe komen we nou in Zwolle met de trein? Daarvoor is mevrouw Lepping. En ik weet zeker, zonder haar hadden we het ook echt niet gekund.